Erik Orton valt 26 kilo af, dit is het tweede deel van mijn leven. Erik Orton sloot zich vorig jaar bij de Amsterdamse fietsclub de Windjammers aan. Hij nam het sporten serieus en viel daardoor 26 kilo af. Na alle voor de hand liggende en soms verwoestende roek en rol van het eerste deel van mijn leven is dit deel 2. Voelt goed. Heel goed, dat schrijft de presentator en acteur op zijn Instagram. Zo aan het einde van 2017 maak ik een beetje de balans op en kom tot de conclusie dat er veel gebeurd is. Ik ben vorig jaar serieus op de fiets gestapt en heb het hele jaar met deze club rondgereden. Ze hebben me de motivatie gegeven om iedere week minimaal twee keer op te stappen en gewoon te rijden. Grenzen verlegd, vrienden gemaakt, regen en wind getrotseerd en Limburgse heuvels beklommen, kortom heeft ook de alcohol volledig achter zich gelaten. En een record van 263 kilometer op één dag in de benen, hij sluit de post af met een woord richting zijn fietsvrienden: bedankt voor alles tot nu toe, en voor wat nog komen gaat. Zo aan het einde van 2017 maak ik een beetje de balans op, en kom tot de conclusie dat er veel gebeurd is. Ik ben vorig jaar serieus op de fiets gestapt en heb het hele jaar met deze club rondgereden. Zij hebben me de motivatie gegeven om iedere week minimaal twee keer op te stappen en gewoon te rijden. Grenzen verlegd, vrienden gemaakt, regen en wind getrotseerd en Limburgse heuvels beklommen. Inmiddels 26 kilo lichter, totaal alcoholvrij en een record van 263 kilometer op één dag in de benen. Na alle voor de hand liggende en soms verwoestende roek en trol van het eerste deel van mijn leven is dit de deel 2. Voelt goed. Heel goed dat de windjammers bedankt voor alles tot nu toe, en voor wat nog komen gaat 3 het de up